En dan nu de parabool. De film die heeft er al een keer opgestaan, dus misschien denk je, ja, maar gek, die staat er toch al op, dat is toch helemaal niet nieuw. Maar er zat een foutje in. Ik zal straks ook vertellen welk foutje, voor het geval dat je het een keer eerder gezien hebt. Maar heb je de les meegekeken, heb je het al gezien. Nou, daar gaan we. Een parabool tekenen. Nou, als je hierbij een tabel moet maken, hoor ik wel de vogeltjes op de achtergrond. Leuk hè, die vogeltjes. Dan staat er niets bij, dan neem je altijd vanaf min 3 tot 3. Altijd. En dan zit hij bij de 0. Zit vaak dan het spiegelpunt, hè? Maar je gaat volgend jaar leren hoe je precies bij andere parabolen ook makkelijker tabel kunt tekenen. Dat gaat nu nog, gaan we dat nog niet doen, dat is veel te ingewikkeld. Dus voorlopig krijg je of dat er niets bij staat dat je min 3 tot min 3 pakt, of er staat wel iets bij en dan gebruik je dat gewoon. Bijvoorbeeld vanaf min 6, nou dan begin je bij min 6 en dan zo 7 punten. Hoe pak je dit nu aan? Nou, je moet gaan invullen. En wat krijg je dan? Nou, als je je 0 invult, wat je dan eigenlijk doet, en ik ga het proberen te laten zien, ik ga dit even weggummen. Hier laat ik het wel zien, maar ik kan het ook anders laten zien. Zo, even om het minuutje heen gummen. En dan, ja, jullie zien dat minuutje niet, maar dat is het filmminuutje. Kijk, ik pak die 0 en die vul ik in voor de x. Ja, en wat krijg je dan? Dan krijg je min 0 in het kwadraat plus 6. Dit hoef je niet op te schrijven, dat doe ik voor de uitleg. Is 6. Dus bij 0 hoort 6. Nou, zo kun je dat eigenlijk met elk punt doen. Dus dan vul je hierin voor de x. Kijk, daar staat de x. Dus dan vul je daarin voor de x en dan reken je het uit. Nou, nu zitten daar natuurlijk een paar gemeenigheidjes in. Die ga ik zo laten zien. Min 1 in het kwadraat. Ja, dan krijg je hier min 1. Even gummen. Zo. Dan krijg je hier min 1 en dan moet je even goed opletten. Want sommigen dachten, ja maar min 1 in het kwadraat, dan moet ik haken om die min zetten. En dat is niet, want die min die wordt niet ingevuld, maar die min die staat er al. Kijk, en dat is een groot verschil. Als die min, als je hier zo'n mingetal in moet vullen, dan moet er de haak omheen. Maar hier moet je vanaf blijven, want die staat er gewoon los voor. En dan krijg je hier dus 5. Nou, zo kun je dat bij allemaal doen. En dan krijg je dit. Nou, gewoon kwestie van invullen. Nu gaan we naar die andere en dat zijn gemene. Want hier bijvoorbeeld bij min 3, min 3, haak omheen, want je vult een negatief getal in. Er stond een min voor, plus 6, krijg je dus min 9 plus 6. Dit hoef je niet op te schrijven, doe ik voor de uitleg, hè. Is min 3. Dus daar zit min 3. En zo kun je dan ook die 2 en die 5 doen. Je kunt ook zeggen, ik spiegel hem, dat mag ook. Ontdek je hier nu een fout in? Ga dan niet heel lang zoeken naar die fout. Want dat kost je heel veel tijd. Op de toets, hè. In het huiswerk natuurlijk wel. Maar dat kost je heel veel tijd. En die tijd, daar ben je misschien 10 minuten bezig om de fout te vinden. En als je 2 van die letterrekensommen kunnen maken. Dus niet doen. Zet er wel bij, zit een foutje in. Maar teken gewoon verder. En dan ga je later, kan je altijd nog even kijken. Dan ook niet uitgummen of doorstrepen. Eerst de nieuwe maken, dan pas de oude doorstrepen. Ja? Nou, dan gaan we eens kijken. X is 0. Dat is voor deze formule. Nou, wat gebeurt er dan? Dan vullen we de 0 in voor de x. Ja, dan krijg je 4. Hè? 0 plus 4 is 4. 2, die vul je in voor de x. Dan krijg je 2 plus 4 is 6. En daar zat mijn foutje. Daar had ik 2 geschreven. Ja, hoe ik daar naar bij kom? Echt geen idee. En dat moet dus zijn 6. Nou. Stel je voor, je maakt hetzelfde foutje als ik. Je zet hier 2 in plaats van 6. Dan krijg je voor de tabel haal ik er een puntje af. Maar voor je grafiek reken ik dan helemaal goed. Want je grafiek, kijken we naar, heb je die goed getekend vanaf je tabel. Nou, dan gaan we naar deze. Het als stelsel, hoe pak je dat aan? Nou, dat is eigenlijk op zich goed te doen als je je tabellen hebt. Want dan zie je, oké, horizontaal van min 3 tot 3. Horizontaal van min 3 tot 3. Verticaal, ja, 6 moet erop passen, maar ook min 3. Dus, dan teken je verticaal gewoon van 6 tot min 3. Dit doe ik voor de uitleg, hoef jullie niet te doen. En dan even opletten, 0 zit in het midden. Zet er een O van oorsprong, zet de cijfers en zet X en Y langs de assen. Dat moet echt. Heel veel vergeten dat. Begrijp ik vergeet het ook wel eens. Maar je kunt ook, wat ik mezelf nu heb aangeleerd, is het assenstelsel eerst helemaal af te maken en dan pas punten erin gaan zetten. Terwijl vroeger teken ik soms snel het assenstelsel, ging ik daarna alles nog erbij zetten als ik klaar was. Maar dan vergeet ik het. Een beetje als de bijlagen. Je e-mail, dan moet je ook eerst je bijlagen toevoegen, dan pas gaan typen. Anders gaat je e-mail weg zonder bijlagen. Nou, hier heb ik de punten erin gezet. Hoe doe ik dat? Nou, bijvoorbeeld dit punt. Hè, dit is bij, oh, dan heb ik er 2. 2, hier.
bij min 2,2. Dat betekent min 2 opzij, 2 omhoog. Min 2 opzij, 2 omhoog. En zo doe je dat met ieder punt. Dit punt doe ik het weer. Ik weet helemaal niet of het zo kon, dat is handig. Zo. Dit punt bij min 1 hoort 5. Dus je gaat naar min 1. Echt zo eerst opzij gaan en dan omhoog. Als je namelijk vanaf het vorige punt gaat tellen, dan verschuif je nu zelfs eentje te ver. Soms. He, dus als je deze hebt en je pakt deze, dan heb je de kans dat je hem eronder zit of een stukje te ver. Dus echt eventjes vanaf de horizontale as omhoog of omlaag. Kwestie van tekenen. Nou, waar moet je nu op letten? Je moet hier vloeiend tekenen. Dus niet met een geodriehoek hier rechte stukken gaan tekenen. Het teken ook door de punten. Niet een beetje zo erlangs. Want daar haal ik wel punten vanaf. Kijk, als het niet zo vloeiend is als iemand die via wiskunde heeft gestudeerd of 6 jaar, dat snap ik. He, kijk, dus als die misschien een beetje zo loopt, oké, als je maar wel door de punten gaat. Dit mag overigens niet. Hè. Je moet er niet zo een trosje druiven van maken. Dan gaan we naar deze toe. Nou, de punten erin zetten en de rechte lijn tekenen. En dan ben je klaar. Nou, als je meer dan één grafiek erin tekent, en een grafiek is dat dingetje, de rechte lijn of de parabola, wat je in je assenstelsel tekent. Als je er daar meer dan eentje van tekent, ja, dan moet je even erbij zetten welke het is. Nou zie ik dat natuurlijk ook wel, want hier zit geen kwadraatje bij, niet wel. Maar daar gaat het niet om. Toch erbij zetten. Dat was hem. Dat was het grafiek tekenen. Nou, dan zeggen ze de snijpunten van de coördinaten. Als ik dat eventjes serieus had genomen en ook had gedaan, dan had ik al gezien dat er bij mij een foutje zat. Maar dat was hem.